Een gevulde gehaktbal met witloof en mosterd, Gentse mosterd langs de binnenzijde. En dan echt zo een vers gestampte stoemp. En dat is exact wat ik hier nu ga maken. Ik ben Wim Balieu. Ik ben een Brusselaar. Ik woon hier in Brussel. En ik ben half kok, half beenhouwer uiteindelijk. Ik heb altijd geprobeerd om die twee te combineren. En nu sinds... Dat is al kei lang, sinds 9 jaar run ik Balls & Glory. Dat is eigenlijk echt een eetcafé in België. We zitten in de grote steden, de mooie steden ook. Gent, Brussel, Antwerpen. En wij maken eigenlijk gewoon de receptuur van mijn vader. Gehaktballen, net iets trendier, net iets catchier door er een vloeibare vulling in te steken. En die serveren we dan met patatten, met stoemp. Dus eigenlijk echt puree aardappelen. En dat is exact wat ik hier nu ga maken. Een gevulde gehaktbal met witloof en mosterd. Gentse mosterd langs de binnenzijde. En dan echt zo een vers gestampte stoemp van aardappelen en witloof opnieuw. En dan een sausje erbij van perenstroop met, ja, we zijn en blijven Belgen natuurlijk, heel veel bruin bier en ajuin. Balls & Glory was voor mij vooral een beetje drie werelden die samenkwamen. Eén, de boerderij van mijn grootouders, waar ik echt wel grootgebracht ben. De slagerij van mijn ouders. En dan toch, ja, weet je, als jonge gast wilde een soort van lifestyle brengen. Ik heb ook 10 jaar heel exclusieve event catering gedaan. En toch, 8 jaar geleden had ik zoiets van die drie werelden... Boerderij, slagerij en zo de vibe van de grootstad, die moeten toch op een manier kunnen samenkomen. En daarom Balls & Glory. Dit is voor mij in ieder geval mijn roots. Hè. Ik ben echt ben opgegroeid in de slagerij van mijn ouders. En dan iedere vakantie ging ik dan gaan doorbrengen op de boerderij van mijn grootouders, waar dan de varkens en de koeien en zo rondliepen. Dus ik weet ook als geen ander dat je kunt geen lekker eten maken zonder goed vlees. We proberen echt de ambacht van dieren kweken. Ja, terug goed te doen. Weet je, ik denk dat we allemaal wel weten dat we minder vlees moeten eten, maar wel beter vlees. En dat is wat wij willen doen. Gewoon terug goede varkens. Dat je mooi vlees hebt met een mooie vet-vleesbalans. Dat is vooral belangrijk om een goede textuur te hebben in die gehaktbal. Je wilt zo geen plat gemalen gehaktbal, maar zo'n beetje net zoals dat je bij een risotto een korrel nodig hebt. Dat is ook wat ik wil in het gehakt. Bij mij was dat super belangrijk weten. Welke seizoenen zijn er? Hoeveel moeite is er nodig om een kilo vlees te kweken? Een dier is een levend wezen. Wat eet een varken? Wat eet een kip? Wanneer zijn appelen rijp? Wanneer zijn noten rijp? En vooral, wat is uw terroir en wat brengt die voort? Dat is gewoon super belangrijk. We moeten geen bananen eten in België. Nee, we hebben de beste patatten van de wereld, de beste witloof, het beste varkensvlees. En wel, die roots die zat er bij mij al van jongs af aan in. Ik ben daar super dankbaar voor. En die roots probeer ik natuurlijk ook in mijn keuken van vandaag te brengen. Ja, kijk. Dus net zoals mijn vader neem ik dus vlees van ons boerderij. Die kruiding is super eenvoudig. Gewoon 1 ei per kilo. Beenhouwerszoon kunnen dat met 1 hand. Kijk, zo. En dan peper, zout, nootmuskaat en cardamom. Dat is wel belangrijk wat ik nu doe. Dat is echt gewoon voldoende mengen dat er, zo, dat er binding ontstaat. Er zitten veel eiwitten in dat vlees. En door dat even te mengen, gaat dat binden. En dan ijskoud doormalen. Voilà. 2 keer doormalen. En dan echt gewoon nog een tweede keer dat dat echt super fijn is. En je ziet, ik doe er dus geen beschuiten bij, geen paneermeel. Puur natuur. Zo. Kunnen we ballen draaien? Dus het zijn vrij grote ballen. Zo, kijk, 200 gram. En straks ga ik ze nog groter maken, want we steken er een vulling in. Dus kijk, heb. Ik denk dat we, net zoals overal ter wereld, zeker als restaurant, echt heel zware impact. Lockdown heeft ervoor gezorgd dat we de restaurants moesten sluiten. Maar
Ja, ik heb altijd een beetje de filosofie gehad als, als Balls & Glory, dat we niet echt een restaurant zijn, maar vooral de keuken van de stad. En ik denk dat we tijdens corona er heel goed in geslaagd zijn om dat ook te blijven doen. Dus we zijn vooral ballen blijven draaien. We zijn delivery blijven doen. Dus balkjes en stoemp leveren bij de mensen thuis. Maar we hebben evengoed heel veel ziekenhuizen, rusthuizen, opvangtehuizen beleverd. Echt met, ja, en dan komt het woord comfortfood. Zo'n mooie gehaktbal met stoemp erbij. Dat is een beetje troost eten, hè. We zijn nog niet klaar natuurlijk, want ik geef er nog een speciale touch aan. De glory moet nog in de bal. Dus ik ga ze even laten afkoelen en we gaan een vulling maken van mosterd en witloof. Dus echt zo een vloeibare vulling langs de binnenkant van deze balkjes. Het is eigenlijk een beetje een soort van kroketje langs de binnenzijde van de gehaktbal. Dus echt party hardy, dus echt een feest. Dus ze zijn net zoals een kroketje. Boter smelten. Dan bloem erbij. Goed omroeren en dan is het zo echt de bedoeling dat dat naar koekjes begint te ruiken. Goed. En dan, ja, eenmaal dat dat naar koekjes ruikt, melk erbij. En het ding is, dus nu hebben we echt zo'n soort van krokettendikte. Dus doe er een klein beetje kaas bij, net zoals een fondue parmesan, eigenlijk een kaaskroket. Maar dan vooral gebakken witloof en Gentse mosterd. Dus dat is zo mooi bitter, zuur, een beetje pikant. Alles mooi samen als vullingske en dan een vlezige gehaktbal. Okay, voilà. Mooi laten dikken, even laten rusten en dan... ja, witloof gewoon. Belgisch grondwitloof. Super vers. Fijn snijden, kort aanbakken en een beetje boter. Kort en krachtig aanbakken en een klein beetje boter. Niet te veel. Voilà, dus gewoon aanbakken. Dat gaat wel nog een beetje slinken. Gewoon peper en zout erop. Dat gaat zo bij dat deeg. Dat is al stap 1. Ja, alhoewel, dat is al stap 47 eigenlijk. Wel, hier gaat ook nog mosterd bij, dus graantjes mosterd. Voilà, dus een goede lepel. En dan, om zeker te zijn dat we dat mooi kunnen vormen, gaat er ook wel nog tweetal blaadjes geweekte gelatine bij. Dat is lekker smeug. En om het nog smeuiger te maken, gaat er ook wat geraspte kaas bij. Dus dat is echt zo een beetje combinatie. Het is streetfood, bistrokeuken en een beetje patisserie, zouden kunnen zeggen, door die vulling. Nu ja, bon. Dat maakt dat recept natuurlijk wel net iets ingewikkelder, maar op zich kan je ook gewoon wat fijn gesneden witloof en mosterd bij het gehakt mengen en dan geen vulling erin steken natuurlijk. Kijk, voilà. Het ding wat we gaan doen, dat is een beetje de innovatie bij die gehaktbal, is... deze vullingen, zo in van die siliconen matjes invriezen. En dan kunnen we die straks, net zoals een vogelnestje, kennen dan zo, een cottage egg. Net zoals een vogelnestje gaan we dan straks die diepvriesvulling daarin boetseren. En invriezen. Je kunt die bouletten natuurlijk met frieten eten, want ik ga dat niet doen. Balls & Glory is ook wel de house of balkjes en stoemp. Dus stoemp is eigenlijk geen aardappelpuree. Dat zijn echt gewoon aardappelen met heel veel groenten. Wat er dan tijm en laurier en heel veel kruiden. Een beetje passie, de smaak van de stad in zit. Dus dat gaan we ook doen. Dus je hebt gewoon heel grote, goede bintjes aardappelen nodig. Die is gewoon goed schild. En dan opnieuw witloof natuurlijk en een lepel mosterd. Ik denk dat... Er is geen enkele plaats in België waar je zo geen stoemp saucis of stoemp boulet op café kunt eten. En dat is exact zo. Dat is die emotie die ik heel graag in onze restaurants breng. Ik vind dat zo, het idee om mensen te verzamelen rond een tafel. Samen eten, samen een pint drinken. Zelf in coronatijden in uw bubbel is dat belangrijk. Dat is hetgeen die ook ons verbindt, denk ik. Goed eten. Die Vlaamse eetcultuur voor mij ligt die heel nauw samen met de Belgische cafécultuur. Dat begint gewoon al
in de eerste plaats met u welkom voelen ergens. Dus dat is zo meneer of madame die achter de toog staat en u verwelkomt. Maar dus ook, het is die persoonlijke connectie die je hebt met iemand die voor u kookt en die gewoon, die u geen shitfood serveert. Ik ben toch altijd blij als ik terugkom zo. Als ik terugkom in België en weet gewoon eender waar dat ik stop, ik altijd lekker eten, goeie frisse pint erbij. Tijm en laurier daarbij. Deksel erop en laten gaar koken. Half uurtje ongeveer. Dus dat is eigenlijk net voldoende tijd om ook nog onze balkjes te vullen en in de oven te bakken. Dus de oven is aan het voorverwarmen op 190 graden. Super belangrijk. Balkjes zitten in onze koelkast. Vullingen zitten in de diepvries. Ja. En dan gaan we die dus samen boetseren tot een gevulde gehaktbal met witloof en mosterd. Het is geen tapasformaat, het is echt een gigantische bal. Dus kijk, als we nu die twee halve kroketjes op elkaar doen, krijg je een soort van diepvries pingpongbal. Die gaat zo hup, in de binnenzijde. Mooi sluiten. Dus nu heb je zo vloeibare vulling langs de binnenzijde. Dan heb je zo dat smeuïg gehakt langs de buitenzijde. En door ze te paneren, dus eigenlijk de breadcrumbs er rond, is het feestje compleet. En we gaan die niet frituren, we gaan die niet in de pan bakken, maar we gaan ze wel in de oven bakken. Echt. Het is het bakplaatje. Size does matters. Goed, dus die gaan we in de oven bakken. 27 minuten, dus echt op het gemakske. Dat zijn Belgische gekaptballen. Hè? Dus we hebben ooit wel al bondijas gemaakt ook, maar deze zijn de echte Belgische grote gehaktballen. Overgebakken, niet gefrituurd, niet in de pan gebakken, gewoon zo. Hup. Say no more. Kijk, ondertussen zijn die aardappelen zo net gaar, vooral niet overkoken. Kijk, zie je? Hup. Dus die ga ik gewoon afgieten. Ik zie het, is toch niets lekkerder dan gewoon een goede gekookte patat, tenzij dat er flink wat gebakken witloof bij doet. Kijk, gewoon heel fijn snijden en kort aanbakken in boter. Doe dat altijd bij stoompen. Dus gewoon aardappel afzonderlijk koken en dan gewoon keiveel gebakken groenten erbij. Vroeger werd dat zo vaak gewoon meegekookt en dan gesmeust. Maar dit is veel lekkerder. Zelf met prei, met champignonnen, keilekker. Ook supergoed. Rode kool, boerenkool, allee, name it. Alles kan bij stoemp. Voilà. Terwijl dat aanbakt, neem ik er al een stoemp erbij. Ik heb zo ene nodig met de grote gaten. Wat gaat er bij puree? Zo, verse nootmuskaat. Peper. Kijk, deze hebben we zo nodig. Zo een beetje dat bruin gekarameliseerd. Ik ben zelf al zot van pittig, dus ook hier gaan we terug een lepelje graantjesmosterd erbij doen. Hup, zo. Bij dat witloof. Dan hebben we zo dat bittere van dat witloof, die gekarameliseerde, iets zoetere randjes, dat zure van die mosterd en dan smeuïge patatjes. Kijk, voor mij is dit echt gewoon de definitie van heaven. En dat dan gewoon bovenop die smeuïge
Kijk dus, maximum een paar keer stoempen, daarvan komt het woord. Zie je? Dat ze die stukken, dat wilde. Kijk, zo, die grote stukken. Belgen die eten patatten, vlees en saus natuurlijk. Dus kijk, we gaan nog een jus maken. Ik heb er al bruine foam klaarstaan. We gaan er een goede bierjus van maken. Bon. Bruine jus start altijd met ui. Dus gewoon grote stukken ajuin. Het mogen redelijk grote stukken zijn, hè? Net zoals bij onze stoemp. Een beetje textuur in zitten. Het zijn natuurlijk heel veel ingrediënten. Wat gaan we doen? Ongeveer 3 uien. Dan een grote lepel bruine suiker. Een grote lepel azijn. En dan een beetje kruiden, marjolein, toefke. 1 of 2 kruidnagels. 1 of 2 jeneverbessen. 1 flesje bier. Bruine fond. En dan 2 lepels loonse stroop. Beetje zoet, beetje zuur. Zorg voor een mooie glanzende saus. Symptomen van corona, denk ik. Tranen lopen de neus. Dus hier nu heel veel smaakmakers, hè. Bij die gebakken ajuin. Geneverbes. Het lekkerste kruid van de wereld, wat mij betreft. Wij maken daar ook genever van, hè. De echte gin. Belgische genever. Geneverbes. Marjolein, kruidnagel, niet te veel, eigenlijk maximum 2, 3 misschien. Kijk, dan karamelliseren met bruine suiker. Dat is echt van die donkere kandijsuiker. Hè. Saus maken, dat is balans zoeken. Dus ik ga er nu ook 1 lepeltje azijn bij. Maar niet vooraleer dat dat echt gekarameliseerd is. Kijk, zie je dat? Kijk, dit. Plussen met 1 lepel azijn. En dan, heel belangrijk, bier. Bruin bier heb je daarvoor nodig, voor die saus. Dus het mag zo wat trippelachtig bier zijn. Mooi bruin, mooi vol van smaak. Dus hup. Hup. En dat daar bovenop. Vol bruin bier erop. Nu, saus als balans zoeken. Hè. We gaan als Belgen natuurlijk minder snel wijn gaan gebruiken om een saus te maken. Je doet dat met bier, omdat nu al die smaken mooi bij elkaar komen. Reduceren. Een volle, krachtige bouillon daarbij. Dat is wat dat nu wil. Als je daar zo aan, nu nog een beetje dat zerpen van die ui. En dan, ja, ik denk dat er gewoon niets te vergelijken is met de smaak van goed bruin bier in een saus. Dat is zo een beetje de typische stoofvleessmaak, hè? Onze carbonade à la flamande. Ja, saus tot de helft ingekookt en dan doe je er eigenlijk zo een goede volle lepel van die loonse stroop bovenop. Kijk. Kijk. Beste saus van de wereld, beste ballen van de wereld en beste stoemp van de wereld. Een beetje bescheidenheid mag wel. Voor mij kunnen we dit gerust gewoon zo serveren, potten op tafel. Maar we gaan toch een mooi bordje dresseren. Kijk, voilà. Enerzijds is dit ja, een boerengerecht, gehaktballen met aardappelstoemp. Maar toch, door die fijne smaken van die vulling, raffinement van die saus en dan zo wat die pittigheid van die stoemp, kan dat ook echt wel een feestje zijn, geloof mij. Dus kijk, we gaan dat ook iets feestelijker serveren door de stoemp in het midden. Reuze gehaktbal daarbovenop. En dan onze bruine jus daarbij. Als je dat heel feestelijk wilt, dan kan je die saus nog of mixen of zeven. Maar ik vind net zo die stukjes ui daarin extra lekker. Voilà.
gevulde varkensgehaktbal met witloof en mosterd, een stoemp van witloof en mosterd en dan onze bruine jus erbij. Het is eigenlijk een soort van sauce lapin.